op een korfbalveld hier ver, ver vandaan. Van Papendrecht tot Koog aan de Zaan. Zit het onze korfbaltoppers mee of tegen, maar dan heeft het aan de scheids gelegen. Luister naar wat ik vertel, in de wereld van de korfballeek. Misschien ken je de verhalen wel, kijk maar met ons mee. Dames en heren, hier is jullie quizmaster Wim Scholtmeijer. Dank u, dank u. En natuurlijk weten jullie wie ik ben. Maar ik wil u graag voorstellen aan onze kandidaten Mirjam Malta. Joe, dag, dankjewel. Genoeg gesproken. De regels zijn duidelijk. We gaan beginnen. Vraag 1. Voor welk land heeft Gerald van Dijk zijn internationals gespeeld? Dat raadt ze natuurlijk nooit. Ik zou hier graag mijn 50-50 voor willen inzetten. Dan zetten we de 50-50 in. Hier schieten we niks mee op. Volgens mij zou beide wel kunnen. Dat antwoord is correct. Al had ik hem er afgelopen WK liever bij gehad dan Erwin. Goddomme André, ik zou het hier toch. Ze is altijd met mijn favoriet blauwe. De vraag luidt als volgt. Voor deze vraag zou ik graag iemand willen opbellen. Dan gaan we bellen. Vangen, Lange. Hey Trula, wat is er aan de hand? Ik doe mee aan een quiz en de vraag is hoeveel we mogen wisselen. Ik twijfelde tussen 8 en 9. En omdat jij de tacticus wordt genoemd, dacht ik, ik bel jou even. Ah, knuppel, dat weet je toch? Dat is 9 keer. Nee. Arts zit er wel vaker naast als het om wissel gaat, dus het is A. En ook de vraag in de hoofdklasse is goed. Dat betekent dat we naar de laatste vraag in de league gaan. En zelfs mijn wenkbrauwen fronsen hierdoor. Terwijl ik nooit doe alsof ik het niet snap. Maar ik hoor net dat er een tussenklasse komt. Dan zet ik bij deze al mijn laatste escape in. Mm-hmm. Ik hoorde net dat het je gelukt is om met de mail de tussenklasse weg te halen. En dat betekent dat we alsnog naar de laatste vraag gaan in de league. De vraag luidt als volgt. Wat is het clublogo van DOS 46? Deze zou ik echt niet weten. Ik stop. Dat betekent dat Mirjam net voor de finale afhaakt en stopt in de league. Je was een geweldige deelnemster. We gaan je missen.